Ik ben aanwezig bij de sluitingswedstrijd. En de sluitingswedstrijd is het laatste evenement, of het grote multiclass evenement, wordt georganiseerd hier door de KWS. Het is tevens dus het einde van het seizoen en dat is ook wel weer een beetje gek. Na de Snake Week is het dan ook in één keer zomer voorbij. Veel klassen hebben nog een NK gehad en dan is het seizoen een beetje aan zijn einde. Volgens mij wordt er net uitstel ingegaan. Als ik dus kijk, de wind die draait momenteel. De G2 die zou zo gaan starten met nog de Pampers, maar ja, die zullen nog wat langer moeten wachten dus. Gisteren was ook een dag met heel veel wind. En vandaag, ja, de buien maken het ons een beetje lastig. De wedstrijdleider. Hoe de sluitingswedstrijden zijn verlopen of is verlopen, dat zie je in deze vlog. Veel plezier, hè? Oh, hi. Zo, Jan, je hebt een drukke ochtend. Nou, kan ik even storen? Of, Ja, kan wel eventjes. Kan wel even. Niet te veel tegen de zon in, denk ik. Nee, ik draai hem even zo. Okay. Maar een prachtige ochtend zo, toch? Ja, dat is heerlijk. Toen ik hier vanmorgen kwam, hadden we alleen maar een paar windplukjes. Ja. En nu is de hele meer al vol met wind. Ja. Dus dat ziet er veelbelovend uit. Ja, zeker. Maar het is voor het eerst dat de Hansa-klasse mee zat. Ja. Met een gewoon evenement, zeg maar. Best wel spannend, hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja, maar wel leuk. Leuk spannend. En de mensen die weten ook dat het een mooie testcase is. Ja. Gewoon proberen, kijken wat we hiervan kunnen leren. Ja. En dus er valt heel veel te leren. Ja. En dat is eigenlijk de aanloop, hè. Dus de sluitingswedstrijden meedoen. Volgend jaar de ONK. Ja. Eind juni, begin juli, dat weekend. En het jaar erop, 2023, de EK. Ja. Ja, en dan verwachten we tussen de 70 en 80 deelnemers. Ja. Met een beperking. Dus dat behelst toch wel wat om dat allemaal te organiseren, maar wel erg leuk. Ja. Kijk, maar je ziet het, het is wel veel ruimte neemt het in beslag, want er komt een heel team mee, zeg maar. Ja, ja. Een hele crew hebben alle zijders mee. Ja, ja, sommigen hebben gewoon echt twee persoonlijke begeleiders bij zich. En dat is wel fijn, hoor. Voor ons in ieder geval, want dan weet je ook wat de andere wensen daaromheen zijn. Ja. Dat is toch, maar ken je iedereen al een beetje onderhand met de verschillende beperkingen? Want ik zag er een heel verschil tussen sommigen. Ja, ja, sommigen die kunnen gewoon zelf in de boot komen. En anderen die moeten getakeld worden. En één die wil in de boot getakeld worden. En dan gaat de boot pas het water in. Ja. Dat is allemaal, dus we zullen wel wat dingen moeten gaan bedenken om bij nog grotere groepen dit anders aan te gaan pakken. Ja, ja. Maar er zijn wel goede ideeën. Dat is een goede leuk heeft toch? En wat takels erbij. Ja. En dat soort dingen. Ja, zeker. Ja. En dan wat meer verspreid, zodat je ook ruimte creëert. Ja, ja precies. Ja. Maar wel leuk. Erg super. Leuk. Wordt een mooie dag zo. Ja, heerlijk. Ik heb er zin in. Ja. Ik zie een shirt van Frisia. Ja. Dus je hebt een ploeg hiermee naartoe genomen. Wij hebben vier bootjes hebben we hier, deelnemers. Ja. Ja. Nee, dat is hartstikke leuk hier een keer in Sneek zeilen. Het is wel heel anders zeilen dan op Grauw. Op Grauw, daar heb je wat, wat ander water heen. Zie je meer oevers. Ja. En hier is het op grote water. En gisteren een hele lange rak. Ja. Dus dat is duidelijk anders. Mooi. Dan moet je veel meer zeilen. En dan moet je je route bepalen. Ja. 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 Merk je dan ook dat ze het wat spannender vinden om op ander water te zeilen? Dat het minder bekend is? Sommigen wel. Hè. Ja. Vorig jaar hebben we voor het eerst in Heel gezeild. Nou ja, dat is ook heel lang water en dan weet je de boeien niet. Dus dan is het even zoeken. Ja. Ja, oriënteren. En je hebt hier wat meer klasses voor de start, qua drukte? Ja, voor de start was er nogal wat drukte. En je had ook... dat onze start was uitgesteld bij de voorbereiding. Nou ja, dat ging niet allemaal helemaal soepel. Iedereen moet zijn plekje vinden. Dus in de logistiek dat is afstemmen. Ja. En dan gaat het wel eens wat meer tijd nemen dan dat je eigenlijk lief is. Ja. Ja. Ga je zo ook zeilen? Ja. En heb jij de mooie blauwe boot? Ja. Had je al eerder gezeild hier op Sneek? Jawel. Oh, die...
Veel eerder bijna wekelijks. Oh, je bent hier elke week? Ja. Ook op woensdagavond dan? Ja. En wat is zo leuk aan het zeilen hier? De vrijheid? Ja. En het is nu ook heerlijk weer natuurlijk. En hebben jullie gisteren ook gezeild? Ja, één wedstrijd. Eén wedstrijdje? Ja. Vond je het een beetje spannend met die harde wind? Of, ja. Maar je bent wel droog gebleven? Ja. Ja? En hoeveel wedstrijden heb je vandaag? Ik denk twee, ja. Maar ja, dat is nu een heel verschil met gisteren met het weer. Ja. Nou, veel succes straks. Ja. Laten we opzitten. Jullie gaan mee het water op? Wij gaan met het water af, ja, zeker. We zitten op de rib. We proberen hier en daar, als nodig is. Wat, Ja, want je mag ze gewoon coachen onderweg. Nou, coachen niet echt tijdens de wedstrijd, maar meer dat er praktische dingen zijn. Ja. Dus we kunnen niet uit de stoel, dus als er een fok vastgedraaid zit of wat dan ook, dan moeten wij. Hè. Dat is, hangen wij ook, of hangt de auken vooral overboord. Ja, want je zei net één dame erbij die heeft de zwaarste beperking, zeg maar. Ja. En, hoe kan ze dan wel goed zeilen? Ongelooflijk. Ja, maar juist zeilen. En je doet het, je gevoel, je krijgt de tools om te zeilen. Ja. Je kunt je goed sturen, je kunt je zeil verstellen. Ja. En je bent vrij. Ja. En dat is de grootste winst eigenlijk. Ja. Dus dat is heel mooi om te zien en ook om mee te helpen. Ja. Ja. Dus zo iemand verandert dan ook, zeg maar, op dat moment? Nou ja, daarom hebben we gewoon schreeuwen ze af en laten ze merken van bakboord, jij gaat aan de kant. Ja. Het maakt niet uit wat voor schip het is. Nee. Dus dat is prachtig. Ja. En dat hoort ook in die wedstrijd, want ze worden ook juist door die andere wedstrijdzeilers heel erg gerespecteerd. Ja. Om te kijken van jeetje, hoe doen jullie dit? En die komen dan ook bij de bootjes langs van jeetje, hoe zit het in elkaar? En, ja, ik vind het heel indrukwekkend om te zien. Ja, heel indrukwekkend, ja. 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 Nou, mooi. Prachtig dat het zo kan. Ja, absoluut. En mooi weer. Ja, een beetje weinig wind, maar op zich prima weer. Dus we hebben een fijne dag vandaag. Nou, succes op de water zometeen. Oké, dankjewel. Zo Maarten, we zijn zondag, we hebben wat uitstel gehad. Ja. En jij bent een beetje onze backup wedstrijdleider, zeg maar. Ja. Want de reguliere wedstrijdleiders die zijn allemaal aan het zeilen. En één was met ziekte er niet, dus jij werd erop getrommeld. Klopt toch? Ja, dat klopt helemaal. En op zich ook hartstikke leuk, want ik doe het spelletje graag. En toen Rob Aukema mij vroeg, toen dacht ik van nou... Lijkt me leuk. Dus helemaal top. En hoe is het? Want je bent hier niet eerder als in deze functie, zeg maar, geweest, volgens mij. Nee, ik ben wedstrijdleider in Heeg. En ik doe ook een aantal wedstrijden op het IJsselmeer. Het is een beetje wisselend pakket. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus het is voor mij de eerste keer op Sneek. Maar in principe, het spelletje blijft hetzelfde. Nou ja, je hebt wel iedereen en alles onder de macht, zie ik. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja, we doen ons best. Ja. Nou, het is natuurlijk leuk om dit te doen samen met de KWS, omdat de organisatie... We gaan ondertussen door met starten, omdat de wedstrijdorganisatie goed staat. En het is heel prettig om het met dit team te doen. Dus ik ben zelf heel tevreden. Vandaag wel een moeilijkere dag, maar dat hoort erbij. Want de buien maakt het een beetje lastig met meerdere keren uitstel. Ja, de buien die waren... Wat vervelend in het begin. En uiteindelijk zijn we van westenwind nu naar noordenwind gegaan. Dus dat is toch een uiteindelijke shift van 90 graden. En dat maakt het soms wel ingewikkeld. En zeker met zo'n langere baan. Dus, maar volgens mij redden we ons prima. Er zijn nog steeds een boel boten op het water. 4, 3, 2, 1. Ja! We hebben gestart. Valk,
En je hebt ook een bijzondere klasse ertussen? Ja, ja, de Hanza's is dus de mensen met een lichamelijke beperking die meevaren. Dat is ook een bijzondere klasse. Nou, die hebben ook een bijzondere les gehad gisteren, denk ik. Gisteren waren ze voor het grootste gedeelte te laat bij de start. En ja, in zo'n evenement met dit, met 16 tot 17 starts moet je gewoon doorgaan. Ja. Dus hebben ze de eerste wedstrijd niet kunnen zeilen. Maar vandaag hebben ze een hoop geleerd, want vandaag waren ze mooi op tijd. Ja, dus dat is even wennen dat gewoon doorgaat inderdaad hier. Ja. Ja. En voor jou zijn er nog grote verschillen ten opzichte van Hegen op het IJsselmeer hier? Nou ja, ten opzichte van het IJsselmeer is wel een groot verschil. Dat is natuurlijk veel groter water en waarbij je veel langere banen vaart. Dus over het algemeen de schepen een tijdje uit het zicht bijna hebt of helemaal uit het zicht. Maar ten opzichte van Hegen is het zeer vergelijkbaar. Ik denk dat we qua materieel en organisatie op een vergelijkbaar niveau zitten. Dus dat valt wel mee. Wat ik wel merk hier is dat de invloed van buien en zo, die is wel fors. En dat is, in Hegen kan dat soms wat minder zijn. Heb je daar wat minder last van. Er zit hier wat meer landmassa boven. Ja. Maar echt verder, hartstikke leuk. Ja. En gisteren was er ook wat meer uitdaging met die harde wind. Ja. Ja, gisteren hadden we forse wind, maar op zich was de wind wel heel bestendig. De richting was gewoon heel bestendig. Dus het was voor het startschip was het een stuk makkelijker. Voor de zeilers was het best een tour, laat ik het zo maar zeggen. En de stand-by heeft het ook druk gehad. Dus, maar op zich was gisteren een hele mooie dag. En vandaag is een veel tactischere dag voor de zeilers. Dus, nou, leuk. Ja. Ja. Mooi dat je onze backup wilt zijn dan. Ja, nou, graag gedaan. Ik vind het ook hartstikke leuk. En ik denk dat het... Het biedt ook mogelijkheden om samen na te denken over hoe willen we nou in heel Friesland de wedstrijdorganisaties samen laten werken. Want dat vind ik vind dat echt een pre. Ja. We leren echt heel veel van elkaar. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, top. Mooi. Nou Martijn, ging het vandaag? De tweede wedstrijd ging niet zo goed. Mijn zwager die heeft gewonnen vandaag. Oké. Okay. Je had ik een concurrent minder? Ik had, ja, de beste vriendin die was niet, dat was Paul. Ja. Klopt. Een heel verschil met gisteren vandaag, met minder wind. Ja. En gisteren 2x3 zag ik. Ja, vanochtend ook. Maar vanmiddag ging niet zo goed. Oké, dus wel met zachte en harde wind. En het weekend ervoor zou je het NK hebben gehad. En dan hoorde ik dat jij nogal de avonturier was van het groepje. Ja, ik was als enige gaan varen en ik heb helaas wat schade aan de boot. Dus ik moet weer... Toen opgelopen. Ja. Ja. Maar je ging ook om, hoorde ik. Ja, klopt. Ja. Toen ben ik op de keien gekomen. En, maar waarom ben je dan naar buiten gegaan als de enige? Ja, ik wou wat eerder weg, even kijken of alles goed zat en of ik de windkracht goed kon handelen. Ja. Maar het waaide gewoon te hard. Ja. Ik hoorde zelfs iets over 50 knopen op een startstip gemeten. 50? Ja. Nou, dat is misschien heel veel, maar dat was op 30. Nou, vlaag misschien, ja. Nou ja, ze bleef niet voor anker liggen. Dus, Ja, klopt. Ja. Ja. Maar wel jammer dan dat zo'n evenement niet doorgaat? Ja, hartstikke jammer. Het was heel mooi georganiseerd. Ja. Ja. Heel misschien nog met Loosdrecht eind oktober. Ja. Maar je belandde op de stenen dus, zei je? Ja. En waar is het kapot dan? Of waar is de beschadiging? Nou, dat is hier. Waar duct tape zit, is beschadigd. Dus dat, maar dat is ook nog dat is je hele vleugel half. Ja. Ja. Maar qua snelheid merk je er niet veel van, denk ik. Nee, gelukkig. Alleen optisch. Ja. Ja. En je hebt een nieuw zeil erop? Ja. Het gaat super goed, behalve bij heel licht weer. Dat ging dus niet zo goed. Oké, dus dat is dan wennen qua trim, dat die wat anders is qua vlak, bolling? Ja, het is veel vlakker zeil en de bolling zit veel minder achter dan ik gewend ben. Ja. Ja. Dus eigenlijk zou je dus het oude tuig, het bolle tuig erop hebben met zachte wind en deze met hardere wind. Tot die conclusie kwam ik ook. Ja.
Nou ja, voor de volgende keer dan. Ja, precies. Mooi. Nou Daan. Hoi. Zien jullie niet als eerste de haven inkomen? Nee, het ging niet zo heel goed. Dat, ja, we werden net het laatste rakje nog ingehaald. Dus gisteren ging beter. Gisteren stonden jullie eerst in het klassement. Gisteren stonden we eerste, maar vandaag helaas wat minder. Je hebt ook wel een bijzonder team dit weekend. Ja, zeker. Italiaans en Nederlands. Dus ik heb Georgia meegenomen. Ja. Dus ja, was leuk. Maar Georgia stuurt ook? Georgia stuurt. En nou, dat gaat heel goed. Was toch, want we kunnen Georgia wel wat vragen natuurlijk. Hey Georgia. Hey. Yesterday you were standing first in the standings. Yeah. And today the sailing didn't go that well? No. There was ladder wind and it didn't go that well. Just a little bit harder. Yes. Have you ever sailed here before on the Snake and Mirror? Nope. No? First time. First time. It's a lot different between the place where you're sailing in Italy than here? Yes, a bit. I sail on Lake Como. Yeah. And the pressure is, the wind is more stable usually on that lake. Less shifts. Yeah. Okay. And why are you staying here? I'm doing a year as an exchange student in the Netherlands. I'm staying in Enschede. Okay. But this is a nice part of the stay, that you can also sail in Faurien. Yeah, that's very nice. Yeah, yeah. I'm happy. Okay. En Daan, hoe heb je haar hier erbij getoverd, zeg maar? Ja, ze zeilt in Italië ook in de Faurien. En zo kwamen we in contact. En nou ja, ik had nog bemanning nodig. Dus van het een kwam het ander. Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, ik was gisteren verbaasd. Ja, dus, dat... Ik denk het is een routinier hier al op het Snekermeer, maar toch niet. Nee, helaas vandaag ging het wat minder. Dus ja kennelijk moeten we toch wel wat aan de vlag. Maar, En wie heeft gewonnen? Femke Intema en Katie Nijman. Het ging vandaag echt heel erg hard. Ja. Een heel stuk uit. Dus dat, die dames gingen echt, die vlogen echt over het water. Dus, Nee, heb je het nog koud gehad? Want er kwam een dikke bui over vanochtend. Ja, die bui was wel koud. Tussen de middag hebben we nog even gesteld. Op Eva dus, zijn we met z'n allen daar naartoe gegaan. Nou ja, daar was gelukkig een zonnetje. Ja. We werden weer wat warm. En waren weer klaar voor de volgende wedstrijd. Een tevreden weekend dus. Zei je? Een tevreden weekend. Een tevreden weekend, zeker. Ja. Dat was hem dan, het zeilseizoen 2022. De laatste wedstrijd is gezeild. En nou ja, hoe snel het seizoen komt, hoe snel is je ook voorbij als je het naar je zin hebt. Ik vond het leuk om vlogs te maken. Hopelijk vond jij het ook leuk. Of vond je het te lang, of vond je het stom. Nou ja, laat het hieronder achter in een reactie. En dan kunnen we er altijd wat mee. Voor de sluitingswedstrijden. Ik vond het heel erg indrukwekkend om te zien hoe het met de Hansa zeilerschip ging. Ik had daar weinig idee bij. Maar ik vond het wel confronterend en tegelijk mooi om te zien dat dit het gewoon mogelijk wordt gemaakt. Ik had een video op de pen staan van het aangepast zeilen. Het is er nog niet van gekomen, wie weet komt het nog. En anders sowieso een andere keer. Voor mezelf zit het zeilseizoen is dus ook aan het einde. En volgend jaar krijg ik zelf ook wat anders. Allebei de kinderen gaan zo meteen sturen in de flits. Annemarit in de A en Martijn gaat natuurlijk in de C beginnen met sturen. En daarnaast zijn ze druk bezig met de trainingen. In de Optimist gaat Martijn verder en Annemarit gaat verder in de RSV wat te trainen. Dus dat is hartstikke leuk. En ja, heb je ook kinderen, wil je ook dat ze meer gaan zeilen, geef ze op voor de trainingen. Bekijk gewoon wat er mogelijk is, want het is hartstikke leuk. Maak je boot klaar voor volgend jaar. Heb je dit jaar gemist? Zet hem in de lak, verander je stagen, koop een nieuw zeil en bereid je gewoon voor het seizoen. Want het is natuurlijk leuk dat we met meer boten op het water komen. En ik weet het vaak wat aandacht, maar je krijgt er ook een hele leuke tijd voor terug. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar en maak er een mooi jaar van. Hoi!